Waarom leiden bonussen tot slechtere prestaties? Dit is de Universiteit van Nederland. Dankjewel. 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 Dames en heren, bijzonder fijn dat u hier bent. Ik wil u vandaag iets gaan vertellen over de relatie tussen geld en prestatie en geld en geluk. En dat is een onderwerp wat mij de afgelopen jaren enorm heeft bezig gehouden. En ik weet ook dat met name het onderwerp geld, geluk, geld, prestatie levert vaak ook heel veel emotionele debatten op. Heel veel mensen hebben vragen over het onderwerp geld, geluk en geld en prestatie. Maar er is één vraag die heel veel mensen eigenlijk het liefst aan mij zouden willen stellen, maar dat durven ze niet. En dat is namelijk de vraag waar mijn naam vandaan komt. Ik merk dat sommigen van u die vraag ook hadden. En dat wil ik u graag vertellen, want ik heb namelijk mijn naam gekregen van mijn overgrootvader. En tot zover niks bijzonders, want dat hebt u natuurlijk ook. Maar in mijn geval is dat toch wel een heel bijzonder, want ik ga het vandaag hebben over mensen op de werkvloer, over werknemers. En ik heb van mijn overgrootvader, ondanks dat ik hem nooit gesproken heb, heb ik reden om aan te nemen dat mijn overgrootvader een nogal gedemotiveerde medewerker was. En de reden waarom ik dat denk is dat mijn overgrootvader een slaaf was. En je ziet hier achter mij mijn overgrootvader. Mijn overgrootvader kwam uit West-Afrika, werd op een schip gezet en ging naar Curaçao en werd daar aan het werk gezet. En wat u misschien niet weet is dat die slaven die kwamen daar aan en die kregen dan over het algemeen een nieuwe naam. En dat is ook de reden waarom al die voetballers uit Suriname of uit Curaçao, die hebben vaak hele Nederlandse namen. Hè? Kluivert, Seedorf, Anita. Het zijn natuurlijk niet namen waarmee ze ooit geboren zijn in Nigeria of Ghana. Voordat u bang bent dat dit de opmaat wordt voor een betoog tegen Zwarte Piet. Zoveel emotie heb ik daar ook weer niet bij, want mijn andere overgrootvader, dat was een Nederlander. En jullie zien hier achter mij mijn twee overgrootouders die elkaar tegenkwamen op Curaçao. En je ziet hier die man met die hoed, dat is de manager, zullen we maar zeggen. Dat is de werkgever. En die is bezig om op een manier zoals dat 200 jaar geleden gebruikelijk was, die is bezig met het motiveren van mijn overgrootvader. En wat gebeurde er nou op die plantages is dat op een gegeven moment die man met die hoed, als hij niet tevreden was, en dat was hij natuurlijk nooit, dan ging hij de mensen straffen. En op een gegeven moment had mijn overgrootvader van Nederlandse kant, die had in één keer een briljant idee. Die dacht, ik ga mijn slaven, die ga ik belonen. En want als ze het nou goed doen, dus dan doen ze goed werk, dan verdien ik extra geld. En een deel van dat extra geld geef ik aan mijn medewerkers. Dus mijn overgrootvader van Afrikaanse kant, die dacht, goed idee, dus die begon hard te werken. En die heeft toen zoveel geld verdiend dat hij zichzelf vrij heeft gekocht. Dus en daarom heeft hij zijn oude naam, die hij ooit had in Afrika, heeft hij teruggekregen. En er zijn vandaag de dag zijn er ongeveer 6 families op Curaçao die nog een origineel Afrikaanse naam hebben. Dus ik dank eigenlijk met name aan een bonusprogramma. maar dat bonusprogramma zorgde ervoor dat mijn overgrootopa dat hij gemotiveerd werd. Dus het motiveren van medewerkers leidde tot meer prestatie. Dus geld leidt tot motivatie. Motivatie leidt tot prestatie. En wat andere middelen om te motiveren had je natuurlijk niet. Ja, je kunt de slaaf van de maand. Had gekund. Je kunt op zo'n zeepkist gaan staan voor een paar slaven en zeggen, nou jongens, dit is jullie plantage. Hè, wij zijn het beste. Maar die mensen waren niet, zoals dat psychologisch heet, intrinsiek gemotiveerd. Hè. Ze stonden daar niet voor hun lol. De vraag is, in de omgeving waarin ik heb gewerkt, en ik heb jarenlang in de bankaire sector gewerkt, is of die relatie tussen geld, motivatie en prestatie ook werkt. En dat is een onderwerp waar ik mij mee bezig hou. Van werkt nou die bonussen, leiden die nou tot betere prestaties in een hele andere omgeving? Namelijk de omgeving waarin ik heb gewerkt, in de bankaire sector. Na mijn studie psychologie ging ik werken bij een bank. En ik kwam eigenlijk min of meer terecht bij toeval in Monaco. En een van de eerste dingen die ik daar moest doen als hoofd personeelszaken was het geruststellen van de secretaresse, want die moest heel erg huilen.
Want ze had 3.500 euro bonus gehad en daar was ze toch wel heel teleurgesteld over. En toen dacht ik van, maar wacht even, in Nederland, daar kregen wij nauwelijks bonussen, daar werd gewoon gewerkt. En in Monaco kregen ze hoge bonussen, maar daar werd niet beter gewerkt. Het waren geen betere medewerkers. Dus hoe ligt nou die relatie tussen geld en prestatie? Dat is me toen gaan fascineren en daar hou ik me sindsdien mee bezig. Nou heb ik een kwartier de tijd om jullie uit te leggen hoe nou bonussen, prestaties werken in deze tijd. En dat wilde ik graag doen aan de hand van een experiment. En het experiment wat ik heb is, jullie zien hier achter mij een aantal zogenaamde bibberspiralen. Dit is een zogenaamd bibberspiraal. Iedereen kent dit, neem ik aan. Hè, het idee is dat je je gaat dan zo langzaam naar boven. Zo. En we gaan eens even kijken. Ik ga dadelijk vragen aan twee mensen of ze dit eventjes op het podium zouden willen doen. Die mensen moesten een zendertje om en daarom heb ik net voor de uitzending twee mensen gevraagd. Dus ik zou heel graag deze twee dames willen vragen om even naar voren te komen. Geef ze even een hartelijk applaus. Even een hartelijk applaus. Goed, dames en heren, we gaan een experiment doen met een bibberspiraal. En we gaan eens even kijken hoe prestatie werkt anno 2014. Dus we gaan zo meteen eens even beginnen. Ik pak mijn stopwatch erbij. En dan gaan we eens even kijken hoe lang deze mensen daarover doen. Nou, zien jullie het een beetje zitten? Jawel. Oké, hartstikke goed. We gaan eens even timen. Ik zeg 1, 2, 3, start. En op start gaan we beginnen. Omdat we niet heel veel tijd hebben, mogen jullie stoppen bij het rode puntje. Zijn jullie er klaar voor? Yes. 1, 2, 3, start. Spanning is om te snijden. Stop. Geef ze een hartelijk applaus. Ja. Dames en heren, de snelste heeft er 26 seconden over gedaan. Nou, ik ben een manager. En zoals het de manager betaamt, ben ik niet tevreden. Dames, het spijt me. Dit was geen goede prestatie. Maar nou ben ik natuurlijk een goede manager en ik vind dat als je medewerkers goed presteren, moet je ze ook goed betalen. Dus we gaan eens even kijken wat ik vandaag bij me heb. Goed, dames. Jullie zien hier 20 euro. De benchmark was 26 seconden. Ik wil graag dat jullie het binnen sneller doen dan 26, want ik wil betere prestatie. Ik ben een manager, beter presteren graag. En degene die nu het snelst is, want ik geloof ook in competitie. Hè, want bij ons op de werkvloer moet natuurlijk even geconcurreerd worden. En de snelste, die krijgt een bonus en die andere, die krijgt natuurlijk niks. Dames, zouden jullie even je vorige prestatie willen verbeteren? Dus binnen dan 26 seconden graag. En degene die als snelste er is, die krijgt van mij een bonus. Zijn jullie er klaar voor? Oh. Spanning neemt al enigszins toe. 1, 2, 3, start. Even opnieuw. Oh, ja, alle twee opnieuw. 1, 2, 3, start. Stop maar even. Ik ben een goede manager. Blijkbaar is het bedrag te laag. Zo. Inderdaad. Het is beter, hè? Goed, minder dan 26 seconden graag. We gaan opnieuw beginnen. 1, 2, 3, start. Stop maar even. Stop. Opnieuw. Nog één keer. 1, 2, 3, start. Goed, dank jullie wel. Geef ze allemaal even een applaus. Het is een heerlijk experiment.
Want het kost me zelden geld. Het record staat op €200. Ik heb het één keer geprobeerd, maar ik heb het nooit uit hoeven betalen. Dank jullie wel. Ik doe dit experiment al jaren, ook met studenten. Ik doe het ook wel eens bij feesten en partijen. En wat blijkt nou, is dat mensen onder druk van geld slechter gaan presteren. Hoe komt dat nou? De eerste onderzoeken die hierover gaan, dateren eigenlijk uit de jaren 60. Dat ze mensen een taak gaven en ze gaven ze daarna ook geld. En ze gingen vervolgens kijken, want leidt dat geld nou tot betere prestatie? En dat is vaak niet zo. En de reden daarvoor is eigenlijk heel erg simpel. Er staat hier achter mij een formule die eigenlijk uitlegt een aantal jaren organisatiepsychologie. Het vak bestaat ongeveer 90 jaar. En het onderzoek uit de organisatiepsychologie heeft aangetoond dat prestatie enerzijds een functie is van wat je wil. En in het geval van mijn overgrootopa was dat simpel, want die moest suikerbieten in een of andere bak gooien. Dat is simpel werk. Op dat moment werken bonussen precies zoals je zou verwachten. Want meer geld is meer motivatie. Meer motivatie is meer prestatie. Maar nou komt het. Het verschil is dat bij een moeilijke taak, en deze dames hadden een hele moeilijke taak, is dat het dan niet alleen afhankelijk is van wat je wil, maar ook wat je kan. Want ik heb ze namelijk niet de mogelijkheid gegeven om te oefenen. Ik heb ze ook niet verteld, ik heb ze geen tips gegeven over hoe je dat eventueel sneller zou kunnen doen. En de formule die hier achter mij staat, die vat eigenlijk onderzoek samen op het gebied van prestatie. Namelijk dat het van willen komt en van kunnen. En je zou eigenlijk deze formule ook op jezelf kunnen betrekken. Van als ik nou iets wil van iemand, is het dan, en die doet dat niet, is dat dan een kwestie van dat hij dat niet wilde? Of dat hij dat niet kon? Dus als je bijvoorbeeld kinderen heeft en u bent niet tevreden over schoolprestaties en u staat op het punt om bijvoorbeeld geld te geven voor een beter rapport of voor de kamer opruimen, dat kan wel, maar alleen op het moment dat dat kind ook dat daadwerkelijk kan. Dus geld leidt tot betere prestaties bij mensen die iets kunnen. Het punt is dat in de omgeving waarin ik heb gewerkt, en dat was een bankaire omgeving, dat prestaties ook afhingen van wat mensen konden. En daar houdt dit systeem geen rekening mee. Dus de conclusie eigenlijk van dit college is dat als je van iemand prestatie wil, dat je niet alleen moet afvragen of die persoon dat zou willen, maar ook of die dat zou kunnen. En het is een interactie. Dat betekent dat als één van de twee factoren nul is, dan is de uitkomst nul. En dat is eigenlijk in een notendop een samenvatting van 900 jaar of 90 jaar onderzoek naar organisatiepsychologie, is dat er factoren zijn die te maken hebben met het willen. Zijn mijn medewerkers gemotiveerd om iets te doen? Maar anderzijds heeft het ook te maken met de vraag, kunnen ze het eigenlijk wel? En stel jezelf die vraag als je ooit werkgever bent. Van kan ik nou op een of andere manier niet alleen dat willen beïnvloeden, maar ook dat kunnen? Dit college begon ik een verhaal over mijn overgrootopa. En die kwam uit Afrika en die werkte op een plantage. En eigenlijk is de conclusie dat voor hem bonussen precies werkten zoals u misschien voor dit college had verwacht. Namelijk als ik iemand geld geef, dan krijg ik een betere prestatie. Maar de conclusie is dat in de wereld waarin ik werk, en waarschijnlijk ook heel veel van u, dat op het moment dat je iemand meer bonus geeft, die misschien wel meer wil, maar meer willen leidt niet noodzakelijkerwijs tot ook meer kunnen. Het kan zelfs tot slechtere prestaties leiden op het moment dat je stress krijgt. En ik had de indruk dat er hier en daar sprake was van een lichte vorm van stress. Dames en heren, dat is eigenlijk de conclusie van dit college. Maar je zou je ook kunnen afvragen van, oké, bonussen leiden misschien dan niet tot betere prestaties. Maar je kunt wel bonussen geven omdat mensen er misschien heel erg gelukkig van worden. Nou, dat is het onderwerp van het volgende college. Dank u wel.